Zojuist hebben wij een fractievergadering gehad. En bij die fractievergadering is besloten om het fractielidmaatschap van mevrouw Gündoğan te beëindigen. Mevrouw Gündoğan was daar zelf niet bij aanwezig. Een nieuw hoofdstuk in de soap rond Volt. Achter deze deuren is gestemd over haar positie. Massale belangstelling weer van de media, want Gündoğan is nu uit de fractie gezet. U heeft allemaal dat NRC-artikel kunnen lezen. Daarin ook haar reactie, hoe ze eigenlijk denigrerend richting de melders, maar ook de ervaringen die daar opgetekend worden, bagatelliseerde. Dat is in mijn optiek niet hoe je met mensen omgaat. En daarin zit ook een politiek verschil, dus hoe je met elkaar met waardes omgaat. En andere is, toch zijn we met elkaar in gesprek gegaan om te kijken hoe verder. Daar was natuurlijk voor ons heel belangrijk van die aangiftes, die moeten van tafel, zeker richting de melders. Vervolgens krijgen we bij Eva Jinek te horen dat de aangiftes uitgebreid worden. Dat laat zien dat de politieke relatie duurzaam ontwricht is en dat we gewoon niet meer met elkaar verder kunnen. Ik heb net contact gehad met de heer Knoops en die zegt dat er geen deugdelijke en feitelijke juridische grondslag is voor dit besluit. Ja, dat is het absoluut wel. We hebben het fractiereglement gevolgd en dat hebben we netjes gedaan. Dus dat hebben we absoluut goed gedaan. Maar hij zegt dus van niet. Dus dat laat zien dat hij daar ook niet mee akkoord gaat. Dan zegt u, ik wil de bladzijde omslaan, maar dan kan dat dus blijkbaar niet. Ja, dat is de woorden van de heer Knoops. Wij willen nu inderdaad verder, want ik denk ook dat het belangrijk is dat wij hier gaan doen waarvoor we verkozen zijn. Namelijk die Europese samenwerking op de agenda zetten, een duurzame toekomst. En dat is waar we mee bezig gaan. En wij hebben ons natuurlijk ook op de juiste manier laten adviseren. En we hebben alles volgens het reglement gedaan. Er is gewoon een politiek verschil hoe je blijkbaar met mensen omgaat. Doet u nu een oproep aan mevrouw Gündoğan om niet meer in verzet te gaan tegen een schorsing, tegen dit besluit? Want anders blijft het maar dooretteren. Ik hoop dat we inderdaad allebei verder kunnen. Daarbij... Doet u die oproep aan haar? Dat is uiteindelijk een keuze die ik wel bij haar wil laten. En zo vertrekt Laurens Dassen in de hoop dat de Volt-soap nu dan eindelijk echt voorbij is. Maar Gündoğan heeft gewoon haar eigen kamerzetel en kan dus terugkeren als onafhankelijk Kamerlid. En misschien blijft ze ook wel vechten tegen het feit dat ze uit de Volt-fractie is gezet. Dus dit wordt vervolgd.